Ik ben heel benieuwd of we een prijs gaan pakken. Ik ben met mijn schatje. Weg naar de start. Goedemorgen, een heel fijne zondag als je deze vlog kijkt. Of misschien komt hij op een andere dag online. In ieder geval, heel leuk dat je weer kijkt. Ik ben benieuwd hoe het met jullie gaat ook. Of jullie helemaal in de holiday spirit zitten. Leuke dingen aan het doen zijn met vrienden, met familie. Lekker veel aan het eten zijn, heel gezellig. Ik zit er in ieder geval lekker in. En ik kan niet geloven dat het jaar opeens al bijna afgelopen is. Ik heb echt het idee dat vanaf de zomer tot nu 2 maanden voorbij zijn. Of eigenlijk 2 weken en de tijd voorbij is gevlogen. Ik ben ook benieuwd of jullie goede voornemens gaan doen of niet. Of soort kleine mini voornemens. Of juist gewoon dingen die je vooral niet wil doen in het nieuwe jaar. Een soort anti voornemens. Daar ben ik zelf wel voor ook. Dingen waar je het nieuwe jaar in ieder geval niet om wil laten draaien. Of die je niet mee wil nemen naar het volgende jaar. Als je het leuk vindt om hier nog een video over te zien of zo. Een soort kletsvideo, laat het me dan zeker weten. Verder zit ik de hele dag thuis te werken vandaag. Vooral wat mails, dingen bijwerken, voorbereiding op feestdagen die binnenkort gaan komen. En dat alles dan stil ligt. Dus je nu al je werk even 2 keer zo hard moet doen. Ik ga ook proberen om nog iets van een vlogmas erin te gooien. Al is het de laatste week of de laatste 2 weken van de feestdagen. Ik denk dat het de laatste week zal worden om dan 7 dagen naar oud en nieuw af te tellen met een dagelijkse vlog. Lijkt me heel leuk om te doen. Als je daar nog iets speciaals aan wil zien, let me know as well. Zo meteen ga ik naar het event van TEDx Women. Wat je kent TEDx van de TED Talks natuurlijk. En dit is een specifiek onderdeel daarvan wat helemaal rondom vrouwenemancipatie is ingericht. Dus er zijn uiteraard veel vrouwelijke sprekers. Niet alleen maar. Maar eigenlijk alles draait om het inspireren van vrouwen en het verbeteren van hun plek in de wereld. Super interessant en leuk. En ik was in een vlog of 2 geleden natuurlijk in de Talent Night. En de winnaar daarvan mag nu ook spreken op het hoofdpodium. En er komen een heleboel sprekers, echt een stuk of 15 of zo in een diner setting. En ik ga er met Nicole heen, dus ontzettend leuk. Ik ga nu snel nog 1 iemand bellen denk ik. En me dan klaarmaken en die kant op. Snel klaarmaken. Ik heb wat nieuwe dingen van Weekday ontvangen. Waaronder dit heerlijke tie-dye. Ja, het is... Houdt een beetje het midden tussen een longsleeve en een turtleneck. Want hij heeft een mini colletje. En hij sluit heel mooi aan op het lichaam. En gewoon een hele toffe print. Beetje bruin en rood erin. En op dit moment vind ik dit soort topjes veel te koud. En vind ik al mijn jurken ook te koud. Dus mijn styling trick is om dit soort colletjes onder een longsleeve jurk te dragen. Dus dat ga ik even proberen met een jurk die ik ook nieuw van ze heb. Het pakte niet super goed uit omdat dit net een andere kleur is. Maar een andere optie is hem natuurlijk gewoon onder iets tofs te dragen. Zoals onder deze jumpsuit. En uiteindelijk kies ik er toch voor om hem onder een hele oversized blazer te dragen. Met deze printbroek erbij. Welcome to this very special 10th edition of TEDx Amsterdam Women. Give yourselves a round of applause. Yeah. Do you lock your door when leaving your house? Do you use a different key to your house and to your office? Do you lock your computer when leaving it unattended? Do you check an email? Do you check a link inside an email before clicking on it? Do you use a different password for your computer and to your Facebook account? Okay, I'm glad a lot of you answered yes, but not all of you answered yes to these last 3 questions. And because of you, 90% of all cyber attacks are successful. Because of you. So all of a sudden I become this flamboyant cake, you know, with a cherry on top. So I tell you, I'm working in the 2nd dirtiest industry after oil, fashion. So you must understand my love and hate relationship with fashion. Here my finger. Bye.
Goedemorgen. Ik ga zo meteen naar Naarden, naar de Linda redactie. Dus ik loop nu naar het koffietentje waar Kim en ik ons verzamelen als zij ook naar Naarden gaat. Zij freelanced vandaag weer, dus dat is heel gezellig. Het is gewoon nog niet eens licht, jongens. Dan weet je wel dat de winter echt begonnen is. Ik ga snel even koffie en bananenbrood voor ons halen. En dan gaan we weer een dag knallen. Vanavond heb ik een heel leuk feest. Dat heet Oud en Opnieuw. Wat een soort obviously pre-Oud en Nieuw feest is. Waarbij ze elk uur aftellen alsof het het moment is. En je dus iemand moet kussen of champagne moet drinken of whatever. Thuis, ik heb lekker frietjes gegeten en kipcorns. En nu ga ik me heel snel klaarmaken voor Oud en Opnieuw. Ik heb echt in 5 minuten dit avondmaal naar binnen gepropt. En ik wil gewoon lekker op tijd komen. Ik heb een heel leuk jurkje wat ik jullie zo laat zien. En ik moet nog snel een mailtje doen ook. Dus ik hoop dat dat allemaal even snel. Dit is mijn jurk. Fabulous. Die heb ik dus gewoon geleend, gehuurd. Echt geweldig. Want dit is iets wat je misschien 2 keer aan wil naar een feestje. Maar niet elk jaar gaat doen. Nu heb ik dus voor €55 een fabulous designer jurkje. Wat morgen weer opgehaald wordt. En voor het volgende feestje heb ik gewoon weer iets nieuws. En heb ik dus niks hoeven kopen. Vind ik een heel fijn idee. En iets aan wat niet iedereen aan heeft. Ik heb mijn haar en make-up gedaan. Ik heb het heel messy gekruld. Een beetje pluizig. Lekker groot gemaakt met nog wat droog shampoo erin. En als laatste doe ik even dit potloodje van NARS op in de kleur Skin Tight. En dit zijn potloodjes die een soort lipstift potloden. Ik laat het even zien. Ik vind ze heel mooi. Ze zijn heel mat. En deze is bijna de kleur van mijn lippen. Dus dat geeft een heel subtiel effect. Ik zet hem net iets buiten de lijntjes. Hey babes, goedemorgen. Het feestje was heel erg leuk en ik merk wel echt dat ik gewoon niet veel drink en niet veel uitga. Want ik voelde me zo brak bij het opstaan, terwijl ik echt dacht dat ik me nog best wel oké had gedragen. Op zich is dat niet erg, alleen ga ik zo meteen de Joke Smit prijs uitreiken. Dat is iets wat eens in de 2 jaar wordt uitgereikt aan een persoon of een instituut die veel doet voor de positie van de vrouw in Nederland. En deze editie is helemaal gefocust op financiële onafhankelijkheid. Dus wat verdienen vrouwen? Hoeveel vrouwen verdienen nog onder het minimuminkomen? Hoe kunnen vrouwen meer of hetzelfde betaald krijgen voor hetzelfde werk als mannen? Een betere verdeling tussen zorg- en werktaken in Nederland tussen mannen en vrouwen. Hele interessante onderwerpen. En er wordt 1 prijs van €10.000 uitgereikt aan iemand die zich hier al langere tijd voor inzet. En 1 aanmoedigingsprijs waar ik een tijdje geleden op Insta-stories ook over vertelde, want daar konden jullie voor stemmen. Heel erg leuk. Hele leuke juryleden en leuke gesprekken op het podium met allemaal inspirerende vrouwen. Madeleine van Zijkschrift zit in de jury en Ginny, die jullie kennen van eerdere video's als je me al lang volgt. Ginny Ranu, die op het podium om ook het een en ander te vertellen. En er zijn allerlei toffe zaken vrouwen. Ik denk dat het wel heel inspirerend wordt en ik heb er zin in en ik ga me nu even snel klaarmaken. Even wat make-up op dit hoofd smeren. Morgen heb ik dan de Mercures, wat dat tijdschriftengala is, een beetje de Oscars van de magazinewereld, waar we weer voor 2 prijzen genomineerd zijn met Linda Meijden. Heel spannend. Vorig jaar hebben we niet gewonnen en dacht ik zo erg dat we wel iets zouden winnen. Ik was er echt van overtuigd. Dus dit jaar heb ik eigenlijk helemaal niet het idee dat we gaan winnen. Maar ja, you never know. Spannende week dus. Veel inspiratie en girl power. De prijs die is jullie allemaal bekend, dat is natuurlijk de Joke Smit prijs, die om de 2 jaar door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgereikt ter bevordering van de emancipatie in ons land. Ginny is ondernemer, presentatrice en schreef het boek Ginny Werft. Ik ken Ginny ook al ontzettend lang en Aitin,
richtte 4 jaar geleden de Elans Academy op. Een plek waarbij ze jonge vrouwen coacht, koppelt aan buddies en eigenlijk helpt om met meer zelfvertrouwen aan hun doelen te werken en de wereld in te stappen. Dus twee vrouwen met een duidelijke missie om de positie van vrouwen in Nederland te verbeteren en te versterken. Dat succes niet automatisch betekent dat je veel geld verdient, maar dat dat eigenlijk betekent dat je gezond bent, dat de mensen om je heen gezond zijn, dat er liefde in je leven is in verschillende vormen. En misschien wel dat je mag doen wat je echt heel leuk vindt. Ja, en geld trekt natuurlijk ook geld. We hadden net bij de koffie ook een klein gesprek. Dat je dus middelen, dat is dus geld, moet hebben om weer bij geld te komen. Dus ja, je hebt het heel hard nodig. De winnaar van de Joke Smits Burgerprijs 2019 is Mariette Hamer. Gefeliciteerd, Mariette. Kom bij ons op het podium. Nou, heel bijzonder. Het leven na de Joke Smitprijs bracht ons helaas in station Hoofddorp. Want ja, we zijn gewoon in de verkeerde trein gestapt. Oh, wat reis ook bijna op. Dus nu zijn we uitgekomen bij Dunnerstation Hoofddorp, waar we even wat ademhaling tijdens de douche gaan nemen. Everyone's a winner. Ik heb gedoucht en nog wat gewerkt en ik ga me nu heel snel klaarmaken. Er is een pakket binnengekomen van Pete Dullaert waar een jurk in zit en accessoires, een klein tasje, oorbellen. Dat ga ik even uitpakken. Ik weet in ieder geval dat ik één hele goede jurkoptie heb, dus het kan dat ik daarvoor ga, maar ik ga even kijken. God, dit pareltasje met chain handvat is echt het coolste wat ik ever heb gezien. Dit moet ik hebben. Oké, ik moet deze jurk nog even goed dicht doen, maar dit is hem. En ik heb dit geweldige tasje van Pete Dullaert erbij. En één van de twee oorbellen die ik heb opgestuurd gekregen. En die parels zijn eigenlijk de achterkantjes, maar ik dacht dat geeft het wel een cool effect. Ik vind het wel tof om er gewoon één te dragen. Dus ik ga zo nog even in de make-up en dan is mijn look ready. Ik denk dat ik mijn vlogcamera thuis laat, zodat ik gewoon alles in dit mini-tasje kan stoppen. Maar dat worden dus iPhone-fragmenten. Oeh, ik heb er zin in, man. Echt spannend. Ik ben heel benieuwd of we een prijs gaan pakken. En deze jurk heb ik ook gehuurd bij Litchi en is van Rotate. Merk wat ik heel vaak en graag aan heb voor speciale jurken. Had ik vorig jaar ook aan bij de Mercure trouwens. Oké, ik heb mijn spullen, mijn jurk is ingepakt. Daar ga ik dan. Ah, ik vind het zo spannend. Oh my god. Echt. Fingers crossed. Diamond cover. Iets wat je een klap in je gezicht krijgt als je die ziet. Je moet meteen zoiets hebben van. Wauw. Duidelijk. Gaan we niet meer toevoegen? We gaan kijken naar de genomineerden. Wauw. Oh, dat is een... Genomineerd voor de Mercure cover van het jaar zijn. Glamour van Haast Nederlands. Linda Neven van Haast Nederlands. Seal This van Seal This. En Volkskrant Magazine van DPG Media. We mogen, vier prijzen spannende koffers. Mooie. Ja, jij hebt de winnaar in deze envelop. Juryrapport mag je voordragen. Spetters en vuurwerk, daar hoop je als jury op in deze categorie. De tendens is dat er erg veel binnen de lijntjes is gekleurd dit jaar. Het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar is dus experimenteren met vorm en beeld er kennelijk een beetje bij ingeschoten, vond de jury. Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen. De Mercure-jury was unaniem over de winnaar. Stoer en pakkend, met zeer treffende typografie, ook dat is vorm. Een statement, zeker voor de doelgroep. Mercure van het jaar, cover van het jaar, sorry, is voor Linda Wijk.
alles, hè? Zo ontzettend trots, allereerst ook op mijn geweldige team hier in de zaal en mijn art director Jane en chef beeld Suzanne, want zij zijn degene die elke pagina van Linda Meijden helemaal geweldig maken en met mij deze cover hebben gemaakt. Dus gewoon een ontzettend mooi moment. Zo, ja. Gefeliciteerd voor het hele team dus deze. Ik zou zeggen, maak er een heel mooie avond van. Dank je. Het vieren. Gefeliciteerd. Inmiddels 3:30 op vrijdag en jullie en ik hebben een beetje uitgeslapen naar gisteren, want we hebben het best wel bond gemaakt. We zijn met een aantal Linda collega's nog naar de Nix geweest, wat heel leuk was, en daar nog even gedanst. En ja, zo bond was het niet. Ik heb zeker geen kater, maar het was wel een intensieve week, dus dat hakte wel in. En we hebben onszelf op iets heel leuks getrakteerd deze week, namelijk dat we nu bij Hotel Jakarta gaan slapen. En ik denk dat we daar ook gaan eten en de volgende dag kun je dan ook nog in de spa chillen. Dus een hele leuke weekendbesteding, wat? Heel excited, we zijn er allebei een beetje gaar. Hey, schatje. Oké. Ik ben nog steeds door het dolle dat we gewonnen hebben, echt zo leuk. Elke keer als ik aan terugdenk word ik helemaal happy. Deze teddyjas is zo relaxed ook. Het is echt één grote teddy slaapzak. Ik heb echt zin in dat wijn. Oké. Ik lijk steeds meer op mijn oma Nel. Ik wil wijn nu. The legend. The legendary oma Nel. The one and only. The one and only Nelgie. Young Nel. Oké, tot zo. We hebben meteen bij binnenkomst een glaasje bubbels gekregen. Dat zijn toch wel de dingen die het helemaal afmaken en die ik zo leuk vind als ze voor gasten doen. En nog twee dingen trouwens die ik heel nice vind. Dit is iets nieuws. Herbruikbare kamerkaartjes van bamboe. En dit menukaartje vind ik persoonlijk het allerleukst. Waarmee je als Amsterdammer of buurtbewoner of whoever je bent ook gewoon van de wellness en de spa en het zwembad gebruik kan maken. Dus als je een hele dag in het zwembad wilt chillen is dat 12,50 en met sauna erbij 17,50. Dat kan dan ook een maand of een jaar of whatever, of met ritten. Dat vind ik heel leuk, want hotels zijn soms zo afstandelijk en het is juist heel tof als het onderdeel wordt van de buurt. Dus dat is leuk. We zijn net in onze kamer aangekomen. Ik heb helemaal flashbacks ook naar mijn verjaardag toen we hier voor het eerst sliepen en Jordi dit voor mij had geregeld en ook en die als cadeau ook paprika chips en champagne voor mij had. De sleutel naar mijn hart, want dat, daar word ik word van bijna niks gelukkiger oprecht dan gewoon lekker een lekker glasje wijn en paprika ribbelchips in mijn leven. Lef. Dus dat is een leuke herinnering. Dit is onze kamer. Lekker badkamertje. En Jordi heeft zich al helemaal genesteld. Dit is zo mooi. Hier lekker uitkijken over het ei. In de zomer zaten we hier dan buiten. Dan kon je dit openschuiven en zaten we gewoon in de zon hier. Lief! Woehoe! Weg naar de spa. Weg naar de spa. Het is nu 6:00 en het is Friday night. En we duiken heel even de spa in, want we gaan pas om 9:00 eten. Lekker! Ja, zijn we weer hoor. We zien een heel mooi kerstthema. Beautiful. Het voelt altijd gek om zo in je badjas door een hotel te lopen. We gaan nu lekker uit eten, een rijsttafel eten. Heel lekker. Jordi staat er heel ongeduldig bij te kijken, want we hebben super honger. Ik laat jullie even in deze spiegel zien wat ik aan heb. Een oversized blazer van Weekday. Die volgens mij in de sale is. Een topje van Topshop. Een sokspotbroek en Louis Vuitton tasje. Sunday. Ik ben met mijn scratchy king. We hebben pancakes en avocado toast. Het beste van beide werelden, de harde en de zoete wereld. Ik
ben nu snel door naar Anne. Die viert haar bijna verjaardag bij haar moeder Light thuis. Met waarschijnlijk weer een tafel vol met hele lekkere snacks. Ik ben nu door naar een beauty salon die Made Salon heet. Ik had met Madelon contact en haar salon ziet er vanaf hier al geweldig uit. Ik zie allemaal leuke lichtjes in de etalage. En het is heel fijn dat zij tot later open is. Je kan haar ook via Treatwell boeken, waar ik haar ook al op heb gespot. En wat ook heel fijn is om te weten, is dat ze daar ook ruimere openingstijden voor een heleboel salons hebben. Dus als je je glam voor de feestdagen nog even wat extra aan wil zetten qua nail art, een gezichtsbehandeling of je haar wil laten doen, dan hebben ze dus ruimere openingstijden. Dat is heel top. En daar ga ik goed gebruik van maken. Cute. Ik ben in de behandelkamer en het ziet er hier super mooi uit. Meteen een soort bathroom goals. Ik laat het jullie zo zien. En ik sta naast Madelon, van wie deze salon is. Hoi. Hey. Wat gaan we precies doen zo? We gaan nu een witweefsmassage doen. Witweefsmassage is een huidverbeterende massage. Ja. Werkt erg stimulerend op de doorbloeding van de huid. Stimuleert collageen en elastine aanmaak van de huid. Is ook een beetje anti-aging effect. Ja, 30 ben ik nu, hè? Dus ja. Top, nou, dit klinkt als dingen die ik sowieso wil. Ja. Ik heb één keer eerder een windweefsel gedaan. Heb ik ook gevlogd toen. En ik was echt amazed. Ik ging dat daarna terugkijken tijdens het editen. En toen zag ik echt zo voor en na. Ja, ja. Echt een groot verschil. Ik lig hier als een glimmend eihoofd. Eigenlijk wordt je huid een beetje opgetild of zo, hè? Ja. Ja, je rolt het echt, zeg maar. Ja. Waardoor je het een beetje losmaakt. En hoe lang blijft dat dan effectief? Ja, het effect is, het verschilt een beetje per persoon. Ja. 48 uur, 72 of zo. Oh ja. En dit is na mijn behandeling. Wat ik dus heel bijzonder vind, is dat deze lijn gewoon zoveel minder opvallend is. Het lijkt helemaal een soort van plump opgevuld. En ook hier die kleine lijntjes. Ik heb nu alleen een dagcreme op, dus je ziet nog een paar onzuiverheden na het Tokyo debacle. Maar het gaat de goede kant op. Ik ben thuis en ik heb lekker vee besteld. En kijk, Love Island. Een heerlijk einde van het weekend. Ja. Inmiddels is dit de situatie. En ben ik mijn eigen manicure aan het doen. En ik heb dus hele leuke. Ik heb net alles afgehaald. Nude nagellakken opgedaan. Dus deze nagelstickertjes in Tokio gekocht. Met parels en strassteenen. Dus volgens mij wordt dit best wel mooi. Ik heb ze nude gemaakt. En nu ga ik deze stickertjes erop plakken. Mm-hmm.